Ik ben Brigitte Jansen. Ik werk hier bij Beeld en Geluid als projectleider op onze onderzoeksafdeling. Ik ga jullie wat meer vertellen over het project Open Archief. Dat is niet een archief op zich, maar een project waarbij we eigenlijk open delen van collecties proberen te promoten. We weten natuurlijk in al die archieven bij erfgoedinstellingen ligt heel veel materiaal wat auteursrechtelijk beschermd is. Wij in dit project proberen we echt te promoten dat er ook open delen zijn en dat je daar van alles mee kan. Het is een samenwerking tussen Beeld en Geluid en het Nieuwe Instituut. En ik wacht even tot iedereen binnen is, maar ik heb straks een video die eigenlijk al een deel van het project uitlegt. En daarna ga ik er wat langzamer doorheen. Maar we gaan dus straks eerst een video bekijken. Zit iedereen lekker? Even kijken. Ik hou natuurlijk van gewoon de historische context zelf, maar ik vind het super tof als er ook creatief hergebruik wordt gedaan met de beelden en dat het een nieuwe bestemming krijgt. En daardoor krijg je ook dat je een ander soort publiek eigenlijk raakt dan mensen die alleen maar helemaal de historie in willen duiken en het allemaal exact willen weten. Ja, die doosjes openmaken natuurlijk en iedere keer weer verrast te worden wat erin zit. Ik wil het liefst wel je het allemaal willen delen met de buitenwereld. Maar je moet ook dat wel in een bepaald format of in een bepaald project gieten om het verder te brengen, het archief. Uit de huizen houden. De politie tenslotte 39 bezetters tevoorschijn. Open Archief is een project waarin er kunstenaars worden uitgenodigd om met de collecties van Beeld en Geluid in het Nieuw Instituut te werken. En eigenlijk om daar een autonoom werk mee te maken. We hebben het dan alleen over de open collectie. Dit is het deel waar geen auteursrecht meer op zit. Dus vaak het publiek domein of bij Beeld en Geluid ook een deel als Creative Commons. En dit materiaal is daardoor kan gebruikt worden door eigenlijk iedereen. Ongeveer 4,5 miljoen documenten. En die documenten zijn in een hele brede zin van tekeningen tot geschreven stukken, correspondentie. Maar ook hebben we een fotocollectie, we hebben maquettes. Ook voorwerpen, denk aan instrumenten waar de architect mee werkte. Ja, het zijn ongeveer 800 architectenarchieven. Wij zijn eigenlijk het archief van de publieke omroep. Dus eigenlijk alles wat op de publieke omroep is geweest, zowel radio als televisie, is hier ofwel analoog ofwel digital born. En wat we verder hebben is heel veel objecten die eigenlijk het verhaal van de geschiedenis van de omroepen laten zien. Dus oude filmcamera's, oude radio's, oude tv-toestellen, zo'n hoorspelding, weet je wel, dat je de wind kan horen. Het is nogal veel wat we hebben. Zowel Beeld en Geluid als het Nieuwe Instituut vinden het belangrijk dat hun collectie op nieuwe manieren gebruikt worden. En dat willen we stimuleren door drie makers aan de slag te zetten. Wat interessant is om te zien is hoe, met wat voor vraag ze binnenkomen. En vervolgens die zoektocht door die collectie en waar ze dan uiteindelijk uitkomen. En dat is altijd heel anders dan je van tevoren bedenkt. Maar dat is precies eigenlijk het doel hiervan. Wat wij ook graag zelf ervan willen leren, hoe onze collecties bevraagd worden. Maak ze wegwijs. Dus hoe werkt het archief hier? Dus hoe vind je de juiste stukken die ze waarschijnlijk gezien hebben? Ofwel via het zoekportaal of waar zij op de studiezaal naar gekeken hebben. Als ze specifieke vragen hadden van ik wil iets over technologische ontwikkeling, dan kwam een van die kunstenaars hier en dan gingen we gewoon achter een computer en gingen we samen de database een beetje grasduinen. Ik vind het zelf wel belangrijk, ook voor archieven, om een beetje mee te doen met de creatieve industrie. Ik bedoel, ze komen ook hier vanzelf wel, maar het is ook leuk om
actief de deuren te openen naar je schatkamers en materiaal eigenlijk. Ja. De samenwerking tussen beeld en geluid en het nieuwe instituut is heel interessant, omdat we echt wel verschillende collecties hebben die ook door verschillende mensen gebruikt worden op andere manieren. En zo kunnen we van elkaar leren. En op hetzelfde moment is het interessant waar de overlap ligt en waar de makers de verschillende collecties met elkaar combineren. De erfgoedsector werkt er al jaren aan om deze collecties open te stellen, maar ze worden eigenlijk nog heel slecht gevonden. En vooral de doelgroep makers, die er echt mee aan de slag kan, daarvoor ligt er een enorme potentie die nog niet behaald wordt. Zoals net te lezen was, maar ook al een paar keer gezegd, is dit dus een samenwerking tussen beeld en geluid en het nieuwe instituut. We hebben dit afgelopen jaar dit project kunnen uitvoeren met dank aan het Mondriaan Fonds. En beide instituten zijn eigenlijk al best wel lang bezig met de digitale collectie, of het in ieder geval proberen toegankelijk te maken. Beeld en geluid heeft jaren geleden door het project Beelden van de Toekomst een heel groot, eigenlijk bijna alles kunnen digitaliseren, wat bij ons via inbeeldengeluid.nl en zoeken.beeldengeluid beschikbaar is. En zoals net mijn collega's Ruurt en Maartje ook verteld hebben, we proberen ook veel op open beelden te zetten. En daar kan je staan duidelijk licenties, dus het publiek domein, of valt het onder een Creative Commons license. Wij gebruiken vaak CC BY-SA, waardoor je het kan gebruiken. En het daadwerkelijk kunnen downloaden kan bij een klein deel van onze collectie. Daar zijn we nog hard mee bezig. Het nieuwe instituut heeft het zoekportaal zoeken.hetnieuweinstituut.nl. Die zijn echt nog heel erg bezig met die digitaliseringsslag. Dat hebben we vanochtend ook best wel kunnen horen. En die zijn steeds meer inderdaad aan het kijken van oké, wat is publiek domein, wat kan daarmee? Op het zoekportaal nu kan je dat eigenlijk nog niet terugvinden bij hun. Maar een project als Open Archief maakt voor hun duidelijk wat het belang is om dat dus goed op je website te hebben. En om het mogelijk te maken dat andere doelgroepen, zoals makers, weten wat ze ermee mogen en hoe ze daar aan de slag mee kunnen. Voor onze beide instituten werken we regelmatig samen met makers. Maar eigenlijk is het nog, dus als ik het over makers heb, ik heb het over ontwerpers en kunstenaars. Die veel visueler zoeken dan misschien onze normale klanten. Dus onze collectie wordt bijvoorbeeld veel gebruikt door andere musea, maar ook documentairemakers die het veel meer vanuit een historische context benaderen. Die weten behoorlijk specifiek wat ze zoeken, waar zo'n zoekportaal makkelijk voor is. Bij het nieuwe instituut is het heel erg architecten die onderzoek doen naar wat andere architecten gedaan hebben. Ze weten al waarvoor ze komen. Terwijl deze zoekportalen, die zo vrij standaard zijn in vergelijking met ook andere zoekportalen in de erfgoedsector, die zijn heel erg op woorden gebaseerd, op de data weten, over weten wat je wil vinden. En dat is best moeilijk als jij als kunstenaar of ontwerper ja, heel vrij met dat materiaal, heel beeldend aan de slag wil. Hoe ga je dan door een miljoen uur radio en televisie heen, ongeveer 4 miljoen schetsen van gebouwen? En dat is voor ons een interessante uitdaging om mee bezig te gaan. Eerdere projecten, bijvoorbeeld van het nieuwe instituut, is deze website door Studio Monniker gemaakt, waarbij je het met de muis beweegt en dan komt er een lijn en daar zoekt hij een foto bij of een werk uit de collectie. Zelf zijn wij dus erg enthousiast bij beeld en geluid over gifjes. Dus vandaag is er dus ook een gifjesworkshop waar je ontzettend mooi nieuwe dingen mee kan maken in nieuwe contexten. Kan je ook tentoonstellen. Wij werken zelf ook veel met muzikanten om de audiocollectie veel te laten hergebruiken. Dus daar presenteert Gregory Marcus vandaag over. Maar het nieuwe instituut heeft bijvoorbeeld ook ervaring met hoe ga je nou met datavisualisatie van zo'n enorme collectie om. Dus we hebben allebei de instituten al best wel wat ervaring voordat we samen gingen werken, maar we hadden het gevoel dat we die ervaring veel meer konden bundelen en daar meer uit konden halen. Omdat we zien, er zijn steeds meer makers die found footage gebruiken, het zomaar van internet plukken, eigenlijk niet zo goed weten wat mag en niet. Terwijl aan de andere kant heb je al een decennia lang de erfgoedsector die probeert te digitaliseren, probeert open te stellen, probeert online te zetten. Maar toch vinden die twee groepen elkaar nog niet. En wij denken dat daar een kracht ligt als die elkaar vinden, waardoor
met het erfgoed nieuwe verhalen verteld kunnen worden. Dus het erfgoed kan ingezet worden door een nieuwe generatie makers die hun eigen visie op de wereld kunnen vertellen met het erfgoed wat er ligt. Dus dit is soort van het ultieme doel van het project. En dat noemen we dan creatief hergebruik, om maar een saaie term te hebben. En zo zijn we uitgekomen bij het project Open Archief. Het is gebaseerd op een project dat Beeld en Geluid 3 jaar geleden een pilotversie meegedaan heeft. Dat is Open Media Art. En het doel is dus de samenwerking tussen makers en erfgoedstellingen faciliteren, maar ook bespreekbaar maken. We willen makers activeren om echt nieuwe werken te maken. Dus niet alleen maar te kijken naar het mooie plaatje of inspiratie te halen uit, maar echt te knippen, plakken en een nieuw concept of een nieuw verhaal te vertellen. Wij pleiten dan ook voor het belang van het openstellen en het hergebruik van het erfgoed. Dus je kan het inderdaad ergens online zetten, maar die stap naar hergebruik is echt nog wel een intensievere stap waar je als erfgoedinstelling voor open moet staan, maar ook inderdaad mensen uitnodigen om je collectie eens wat beter te zien. We hebben allebei de instituten hebben redelijk gemerkt van ja, we hebben dan die klantservice of de study center bij het nieuwe instituut, maar dat betekent nog niet dat ze bij je aan de slag gaan. Ze willen een wat persoonlijker gezicht. Ze willen een keer een gesprek van oké, wat is er nou mogelijk om dat meer te faciliteren. En dat hebben we in een aantal verschillende stappen gedaan. We hebben het project een jaar lang doorlopen. We zijn nu net op het eind. En centraal in het project heeft een case study gestaan. Daar hebben we 3 makers uitgenodigd die 1,5 jaar lang met beide collecties gewerkt hebben. En dat zien we als een aanleiding om het met andere makers, met andere erfgoedinstellingen te hebben over waarom we dit doen. Dus we zijn begonnen in samenwerking met Open Nederland om verschillende reuse clinics te organiseren. Op vrijdagavond hadden we nog steeds ongeveer 20 man die blijkbaar zo geïnteresseerd waren in auteursrecht en open collecties om op een vrijdagavond het daarover te hebben. Maar we hebben het dus gehad over ja, wat mag er, hoe werkt Creative Commons, maar ook welke collecties zijn er en wat kan je daarmee doen. Vervolgens hebben we een open call gehad om de 3 makers waarmee we wouden werken te vinden. We hebben zo'n 73 aanmeldingen op gehad, dus voor een eerste keer zo'n project doen behoorlijk goed. En vervolgens hebben we 1,5 jaar lang met die makers elke maand gezeten. Waar zijn ze mee bezig? Wat vinden ze? Hoe gaan ze door de collectie heen? En welk verhaal willen ze daarmee vertellen? We hebben dat proces vastgelegd op de website openarchief.com. Ik heb hem er verkeerd ingezet. Ja, hij staat NL, maar het is .com, zie ik. En dat heeft geresulteerd in een tentoonstelling met de nieuwe werken. En daar hebben we de kennis die we allemaal opgedaan hebben in die maanden, hebben we vervolgens gedeeld in een symposium en gaan we nog publiceren. Ik loop er nu even doorheen, dus dit was inderdaad de avond, we hebben 3 avonden met Open Nederland georganiseerd om dus te vertellen over nou, wat mag je, maar deels vanuit het perspectief van hergebruik, maar ook gewoon om mensen beter te vertellen over hoe ze hun eigen werk kunnen beschermen. Er zijn altijd van die mythes, die Maarten zijn trouwens heel goed om die meteen te ontkrachten over het staat op internet, dus het is vast open en publiek. Nou, nee. En daar merken we meteen, het wist wel, maar het werd bevestigd, dat bij die makers, die eigenlijk overal maar vandaan halen, weten heel slecht en heel weinig over auteursrecht. Soms is dat een keus, dat merk je ook heel erg. En wij zeggen niet van, je moet je alleen maar aan auteursrecht houden. Want er zijn momenten dat het zo erg je werk beïnvloedt dat je je werk niet meer kan maken. Maar wij vinden het heel belangrijk dat je ervan op de hoogte bent en weet hoe je ermee overweg moet. En weet dat dat allemaal beschermd is, maar er ook heel veel collecties liggen die publiek domein zijn of onder een Creative Commons openstaan. Dus dat was wel meteen al een aantal interessante avonden. Dit zijn uiteindelijk de 3 makers die we gekozen hebben om mee te werken. Dus van links naar rechts. Oana Klitan, Donna Verheide en Guy Koningstrij. We hebben gekozen voor makers die op de grens tussen kunst en toegepaste kunst zaten. Dus het zijn deels ontwerpers en filmmakers. En elke maand kwamen we dus samen in sessies om hun te begeleiden in het proces. Te laten zien hoe ze de collectie konden benaderen. Met hun te hebben over welke delen open zijn en welke niet.
Maar andersom is het voor ons als instituut een heel belangrijk project om te leren hoe ze daar naar kijken en wat wij hun moeten faciliteren en wat ze interessant vinden. En zelf heb ik een achtergrond in grafisch ontwerp, dus ik word hier altijd heel enthousiast van. Maar ik werk met bijna 300 collega's die alles vanuit een mediahistorisch perspectief benaderen. Of niet alles, maar veel vanuit onze collectie. En het is dan heel interessant om te zien hoe mensen met een hele andere achtergrond diezelfde collectie een hele andere verhalen kunnen vertellen. En daar op hele andere manieren mee overweg gaan en nieuwe vormen in vinden. Wat ons ook weer heel veel verder brengt. Sinds november is de tentoonstelling bij het nieuwe instituut te zien met de drie werken die geleid of die eruit gekomen zijn. Jullie kunnen hem nog tot 26 januari zien. En in plaats van de werken helemaal uit te leggen, heb ik van elk werk een soort van trailer die een idee geeft over het werk, zodat jullie hopelijk nog snel voor de 26 januari de tentoonstelling gaan zien. Even kijken wat het eerste werk is. Het eerste werk wat ik laat zien is dus, het zijn trailers van de werken, is van Oana Clitan en heet Future News Official Screens. Hi everyone listening, it's Nina. Hi there, it's David. What's up, guys? It's Laura. Hi, welcome back to my program. It's me, Alisa. It's been 5 years since the great blackout. Some new theories about the causes of the blackout. Shout out to the great blackout for fucking up our electronics 5 years ago. Connected. That was chaos. We couldn't... If you ask me, it was all covered. I don't blame them, brother. They're usually wrong, in my opinion. The Institute has made great efforts. The country's best scientists are working on... I'm not going to bore you with all the technical details. Just know this. They are promising plane crash it will from 7 years ago. The glitches they have no data, machine. No numbers for it. I mean, where would... ...is the only one that cares about its people. I can't really talk about that right now, but I'll just say this. We'll never see the Matrix again. Anyway, I'm running out of time on this time on this thing. That's it for now. Yes. De volgende trailer is van het werk van Guy Koningsta en zijn werk heet Dear Past, what would it take to throw you off balance? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. מה? אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה. De laatste trailer is van Donna Verheijden met het werk The Stolen Archive. Ik weet het niet. Een onbestemd gevoel dat het deze keer misschien verkeerd kan aflopen. Thank you.
proces en ook onze eigen als instituut opgedane kennis hebben we zoveel mogelijk proberen vast te leggen. Dus hier staat de website wel goed geschreven, godzijdank. Dus het is allemaal terug te vinden. We hebben de makers gevraagd elke maand een soort van update over hoe gaan ze nou door dat archief heen. Wat vinden ze daarin belangrijk? Maar ze hebben daar ook regelmatig hun frustraties geuit over hoe ontoegankelijk het is. Iets wat we eigenlijk voor het project al wel wisten, maar ons alleen maar meer helpt in hoe kunnen we nou daarmee verder en wat is belangrijk. Het laat zien dat, wat Ruurt al eerder kort zei, open beeld is ontzettend oud, valt bijna uit elkaar, maar blijft voor ons echt een van de belangrijkste bronnen, omdat je het daar kan downloaden, omdat daar de licentie staat. We hebben bij de opening van de tentoonstelling ook een symposium gehouden, hebben expres in de vorm van ronde tafelgesprekken gedaan, om het met elkaar daarover te kunnen hebben, om daar zelf ook weer van te leren. Dat is de foto die je overigens voor jullie rechts ziet. Dus we hebben ontzettend veel kennis geproduceerd. De kunstenaars hebben ieder echt op hun eigen manier los kunnen gaan. Maar we hebben ook geleerd dat een zoekportaal soms helemaal niet de handigste manier is. Maar eigenlijk zeggen, ga maar achter deze computer en hier is een folder waar je als externe niet bij kan met alle foto's van het nieuwe instituut. Dat soms veel beter werkt. Het is voor ons een leermoment in eigenlijk ook meer open zijn. Dat een studiecenter soms niet genoeg is, maar het zelf even zeggen van oké, maar als je even een uurtje langskomt, dan kunnen we het je wel uitleggen en weet je wel waar je heen moet. En andersom proberen we daar dus ook de creatieve industrie en de makers te bereiken met te zeggen van ja, maar kijk nou eens verder dan Google en kijk nou eens naar die mooie bronnen waar je ook je eigen verhaal mee kan vertellen. Er komt nog een publicatie aan, die zal eind deze maand er zijn, om nog meer inzicht in al onze lessons learned te geven. We hebben ook voor een heel groot deel in dit proces het over auteursrecht gehad. Waar wij het heel graag hebben over open collecties, is het voor makers heel erg, ja, maar dit mag niet, want daar zit auteursrecht op. Daar heeft Open Nederland ons ook heel goed mee geholpen, om ze daar meer uitleg over te geven en bewustwording. En ik wil jullie dus allemaal aanmoedigen om voor 26 januari de tentoonstelling nog te gaan zien in het nieuwe instituut. We zijn nu, het project wordt bijna afgerond, maar we zijn heel erg naar de toekomst aan het kijken. Omdat dit voor ons niet alleen een samenwerking tussen beeld en geluid en het nieuwe instituut moet zijn, maar we willen het echt met de erfgoedsector meer dragend maken. Dus er echt voor zorgen dat we toegankelijker zijn voor makers en dat met dat mooie erfgoed wat we allemaal hebben, ook weer nieuwe verhalen verteld kunnen worden. Dus stel je bent als erfgoedpartner daarin geïnteresseerd, laat het me weten. Dat was mijn presentatie.